Een zeer warme zomerweek ligt achter ons. En tijdens de komende 30 dagen maken we de overgang naar een nieuwe maand. Naar de septembermaand. En gaat die ook verlopen met wisselvallige weer? Gaan we vaker dit soort dreigende wolkenluchten zien? Of zit er nog een droog en zonnig slotstuk van de zomer in de verwachting? Dan begin ik even met de luchtdrukafwijking in de weerkaarten van het Europese weermodel. Is voor aankomende week, de periode tussen 29 augustus en 5 september, een positieve afwijking van de luchtdruk te zien net ten noorden van ons. En als er zo'n hoge drukgebied tot ontwikkeling komt en als die boven Scandinavië komt te liggen, dan wordt dat ook wel een Scandinavische blokkade genoemd. En kenmerkend daarvan is dat dat bij ons in Nederland vaak heel rustig, droog en ook vrij zonnig weer oplevert. En om dat hoge drukgebied heen dan een noordoostelijke tot oostelijke windrichting. Daarmee wordt vaak ook vrij droge lucht aangevoerd. En in combinatie met die zonneschijn kan de temperatuur dan nog wel behoorlijk oplopen. Wat ook kenmerkend is voor zo'n Scandinavische blokkade, zo'n hoge drukgebied, is dat we met neerslag niet al te veel rekening hoeven te houden. Door die dalende bewegingen, luchtbewegingen onder dat hoge drukgebied. En we zien hier in de kaart dan ook veel oranje kleuren verschijnen. Een droger dan gemiddeld weerbeeld. Ten zuiden van ons juist wel die groene kleuren. Het Middellandse zeegebied is afgelopen zomer behoorlijk opgewarmd. En daar kunnen nu een aantal stevige buien tot ontwikkeling komen. Die dus in korte tijd veel neerslag kunnen opleveren. En daar dus wel natter dan gemiddeld. De temperatuur daarbij is komende week ook hoger dan gemiddeld. Een afwijking van 1 tot 3 graden. Eind augustus, begin september zijn temperaturen tussen 20 en 22 graden ongeveer gemiddeld voor de tijd van het jaar. En dat is ook terug te zien aan de weerpluim. We beginnen met een relatief koel weerbeeld. Zo'n 20 graden, voor veel mensen wel aangenaam na zo'n hele warme zomerweek. In de loop van de nieuwe week stijgt de lijn een beetje. Wel met de onzekerheid daarbij kan het regionaal misschien wel weer 25 graden worden, zomers warm. En dat heeft dan dus wel een link met die Scandinavische blokkade die tot ontwikkeling zou kunnen komen als het aan deze weerkaarten ligt. Hoe gaat dat dan verder in de rest van september? Halverwege september is er wel iets van een omslag te bespeuren in de weerkaarten. En dat is hier ook al goed te zien aan de luchtdrukafwijking. Dat hoge drukgebied, dat raken we waarschijnlijk kwijt. We zien hier een afwijking van 5 tot 10 hectopascal onder het gemiddelde. En dat geeft toch wel een signaal dat we mogelijk weer met een westelijke circulatie te maken krijgen. Dat lage drukgebieden boven de Atlantische Oceaan met die stroming worden meegevoerd en dat we dan dus rekening kunnen houden met een wat wisselvalliger weertype. En dat gaat waarschijnlijk ook wat meer regen met zich meebrengen. En dat bevestigt deze kaart. Dan verschuiven die groene kleuren ook wat meer naar het noorden. 10 tot 30 millimeter meer dan gemiddeld. En voor de droogte in ons land is dat natuurlijk wel goed nieuws. Want dan kunnen de watergangen en ook het grondwater kan geleidelijk weer aangevuld gaan worden. De temperatuur daarbij blijft wel wat aan de hoge kant. Opnieuw die 1 tot 3 graden boven het gemiddelde. Halverwege september dan komt het langjarige gemiddelde ongeveer rond 20 graden uit. 18 tot 20 graden. En met 1 tot 3 graden daarboven kom je dan op een ruime 20 graden uit. Opvallend is ook dat in grote delen van Europa het op deze termijn nog warmer dan gemiddeld is. Dus echt een overgang naar wisselvallig en kil herfstweer. Dat zit er voorlopig ook nog niet in. Nou, samenvattend hebben we eerst dus nog met droog en vrij warm weer te maken. Ook vrij rustig dus door die hoge drukgebieden die hun invloed gaan uitoefenen. Maar halverwege september dus de overgang mogelijk naar een wisselvallige weertype. Maar daarbij blijft de temperatuur wel nog aan de hoge kant en zijn er bovengemiddelde waarden in de verwachting.